Yo, bedankt, oké Denske en welkom bij een nieuwe video van Black Ops 3 Zombies. En dit is ons derde deel van der Eisendrache playlist. En we zijn nog steeds niet doodgegaan. Dit is mijn eerste poging op deze map. We zitten momenteel in wave 16. Lijkt niet heel erg veel in 3 video's, dat klopt. We hebben heel veel gaan onderzoeken en uitvinden en bla bla. En we hebben nou deze crossbow unlocked. Dus dat is best wel epic. Wil je weten hoe dat werkt? Kijk mijn vorige video terug. Is vrij simpel, maar dan weet je dat tenminste. En pak af. Oh, oké. Okay. Dit ding heb ik nog nooit gebruikt. Dus hij is volgens mij best wel sterk. Yeah! Dit ding is awesome. Oh, dit is sick. Ik hoop ook dat er weer van die... dat er weer van die tomahawks zijn. Dat waren echt super fijne dingen. Die dingen heb ik gemist. En je krijgt ammo. Dit ding is awesome. In ieder geval, deze episode gaan wij proberen om gewoon zo ver mogelijk te komen. Zo lang mogelijk te overleven. En kijken hoe ver we kunnen komen. In de afgelopen episodes was het meer zoeken. Ik heb het idee dat ik nou niet heel veel meer kan zoeken. Omdat er gewoon zoveel te doen is waar ik helemaal geen verstand van heb. Waar ik totaal niets van af weet momenteel. Van deze boog had ik al wel een beetje vermoeden hoe dat zou werken. En dat was dus precies zoals ik al dacht. Of in ieder geval, niet precies, maar gedeeltelijk. Dus dat konden wij nog wel oplossen. Maar hoe de pack-a-punch werkt en zo, dat zou ik echt niet weten. En, oh, dit is niet doodlopend. Ik dacht heel even dat het doodlopend was. Waar gaan we heen? Ik ben allemaal aan het lopen en geen idee waar naartoe. We moeten kijken of wij van die soort van portal dingetjes op de vloer kunnen vinden. Want volgens mij moet je die activeren voor de pack-a-punch. Ik weet niet zeker. Maar ik heb er al meerdere gezien en die heet ook iets van Pack-a-Punch, Activation, Shizzle, Menizzle, dingetjes. En is dat de minigun? Yeah, buddy! Minigun! Woop, woop. Dit ding is awesome. Dit heb ik gemist. Dit was sinds Black Ops 1 allemaal. Die minigun. Oh. Ah! Ik ben niet zo snel! Ik ben niet zo snel! Ren voor je leven! Oké, alsjeblieft, kom niemand tegen. Oeh, daar ging er bijna down ook. Heb je een minigun in je klauwen en dan ga je bijna dood. Dat is best wel sad. Oh, nee, 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 ik kan niet rennen. Ik kan niet rennen met dit ding. Of in ieder geval als je gehit wordt, die. Je hebt hem best lang trouwens. Oh, laat maar, hij is weg. Ik wil zeggen, je hebt hem best lang. En is hij weg. Zaregan. We hebben ook nog steeds die regen, dus die gaan we ook gewoon gebruiken. Het is wel fijn dat dit een wapen is wat gewoon ammo gebruikt. En dat het niet een soort van special ding is. Trouwens, het maakt niet uit. In alle gevallen krijg je alleen maar ammo erbij. Door gebruik van max ammo. Dus het maakt eigenlijk geen zak uit. Het laat in ieder geval niet op zoals die golden gun of zo. Ik weet niet hoe dat ding precies heet. Geen golden gun, maar... En hij is dood. Wat krijgen we? Fire seal. Nou, pak hem maar. Hoe heet dat ding ook weer? Je had zo'n... zo'n pistooltje waar je helemaal zo kon draaien en alles. Iets met een E. Excalator, excavator, ik heb geen idee. Je weet wat ik bedoel. Annihilator, dat was hem. De Annihilator. Yeah. Je hebt de Annihilator. En weet je wat we doen? Monkey bombs. Oh nee! Die klootzak. Die klootzak. Die klootzak. Geef hem een vrolijk onthaal. En ga de kanten. Wat krijgen we? Ik weet niet wat erin zat. Oh, ik dacht dat hem vermoord had. Oh. Ah! Oké, okay. Ga erdoor. Ga erdoor. Oh! Kom maar, little boy. Oh, hij is daar. Dit ding is volgens mij niet zo heel erg goed tegen hem. Het doet niet extreem veel, heb ik het idee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja! Dit is bullshit. Ik kon er niet overheen springen. Oké, okay, whatever. It doesn't matter. Oh, wacht. Nee, hij moet dood. 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 Oké. Okay. Rennen, 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 rennen. Monkey bombs. Ik moet er langs, ik moet er langs, jongens. Laat mij erdoor. Ik heb even... Nood. Oké, okay. Blijkbaar... Blijkbaar is Quick Revive is weg. Ik wist niet meer waar ik heen moest. Ik moet hierheen. Jou moet ik hebben. Ah! Ik vergeet nog steeds om die kauwgombal te pakken. Nog steeds. Dat is zo slecht. Iedere keer als ik dat ding zou pakken, zou ik mezelf redden. Ah! Maar ik doe het niet, omdat ik het gewoon... Ja, dat is iets waar ik gewoon telkens gewoon vergeet. Ik kan er niet meer van zeggen. Wat was je helemaal gek aan doen trouwens? Hij moet dood. Sterf, sterf, sterf. Oké. Okay. Is je dood? Volgens mij is je dood. Ja?
Hij is nog niet dood. Oké. Okay. Ik zweer, ik deed de kogelbal. Ik deed de kogelbal. For fuck's sake. Wave nummer 18. Niet slecht voor een eerste poging. De allereerste keer dat ik deze map speelde. Maar ik had helemaal niet af moeten gaan. Ik had helemaal niet af moeten gaan. Ik weet niet, ik was gewoon lomp aan het doen. Ik denk als we gewoon in die ronde kamer de hele tijd zouden raytrainen, dat we sowieso wel verder zouden komen. Maar ik wilde toch een beetje rondlopen en niet heel in één kamer zitten. Maar dit is... Ik had en monkey bombs en ik had die fucking kauwgombal. Ik heb het geen van beide gebruikt. Echt fucking stom. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vrij korte video, sorry, het spijt me zeer. Ik wist niet dat ik af zou gaan. Stom van mij. Maar ja, ik ga proberen zo snel mogelijk een serieuze poging te doen op deze map. Ik ga zoveel mogelijk proberen uit te zoeken. Ik zal jullie tutorials geven in de komende dagen. Dus hopelijk kijk je er dan uit. Ik wil jullie bedanken voor het nu. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.